Hey, hallo allemaal. Welkom bij weer een video voor tweelingvlammen lichtwerkers. En dit wordt een reading voor het eerste kwartier. Maanstand eerste kwartier. Het eerste kwartier gaat over uitdagingen, beslissingen, in vertrouwen en dan in actie komen. Even terugkomend op de laatste video, waarin toch weer duidelijk werd dat mensen in het collectief oude relaties eigenlijk dood zijn, weer leven hebben willen inblazen, nieuw leven hebben willen inblazen. Die zullen gemerkt hebben dat heel snel weer eindigt in een torenervaring. Simpelweg omdat wat dood is, kun je geen nieuw leven inblazen. En dat is natuurlijk de symboliek, hè? Waar geen groei meer is, zal er een kracht zijn, een hogere kracht zijn die dat onmogelijk maakt om erbij te blijven. Ja, omdat je dan niet kunt groeien. Maar het geeft op die manier wel veel lijden. Eigenlijk wordt er dan nieuw leven ingeblazen tegen beter weten in. En dan zit er natuurlijk nog een restant oud zeer, of in ieder geval angst. Angst om alleen verder te gaan. Angst voor het nieuwe, hè, angst voor het onbekende. Angst voor het nieuwe om zeg maar afgewezen te worden of verlaten te worden. En ja. Maar, eerste kwartier is dus weer de fase na de nieuwe maan. Met weer kansen om nieuwe beslissingen te maken. Uitdagingen aan te gaan, nieuwe uitdagingen aan te gaan. In vertrouwen en dan ook daadwerkelijk in actie te komen. Ja. We gaan er weer een legging op doen. Het zal voor die mensen die zich herkend hebben in dat ze nieuw leven hebben willen inblazen, voor wat betreft een gestorven relatie, radicaal weer ten einde gekomen is. Radicale onderbreking weer is gekomen. En dan op een niet al te zachtzinnige wijze. En dat heeft dan ook altijd, het is een torenervaring, hè? Een harde wake-up call. En dat heeft dan altijd toch ook weer te maken met dat je niet je intuïtie hebt durven te volgen. Of er niet op hebt vertrouwd. Maar nu komt optimisme onder op het dek naar voren. Ja, het heeft ook te maken met dat je de leraar, innerlijke leraar, maar ook de leraar buiten je, die op je pad is verschenen, die ligt op het kop. En dat wil zeggen dat je het toch allemaal zelf nog wil doen. De leraar eigenlijk een beetje de adviezen in de wind slaat. Dat kunnen ook de spirituele leraren zijn, de bron. En dat correspondeert met eigenlijk je innerlijke leraar, intuïtie. Maar ligt op, als die op de kop verschijnt, dan is het toch dat je het zelf blijft doen. En nogmaals, adviezen eigenlijk in de wind slaan. Ik moet
moet dan ook denken aan die, ik weet niet of ik hem snel, ik moet ook denken aan die, die kaart waarbij er een man op de grond zit en de beker verspilt. He, er is dan een beker die vanuit die wolk wordt gegeven. He, nou, laat maar. Beker die uit die wolk wordt gegeven en de man geeft gewoon eigenlijk de wijsheid, giet die gewoon terug de grond in. En ja, volgens zijn eigen willetje. Nou, en dan als je al heel ver in het proces zit van groei en ontwikkeling en in je ascensie en dat er echt iets anders voor jou bedoeld is dan he, in het leven dan wat jij leeft, ja, dan dan zijn het harde klappen die je dan krijgt. Wat eigenlijk niet meer nodig is. Eigenlijk niet meer nodig is. Maar toch gebeurt omdat je nog niet standvastig genoeg bent om je aan de, voor de langere termijn doelen, om je daarmee te verbinden. En je eigenlijk weer te laten verleiden om in die korte termijn behoeften, ja, ja, dat je daar die al vervuld wil zien. Het heeft ook eigenlijk met ongeduld te maken, hè? Dat, ongeduld met het proces. Oké, we gaan kijken wat de geascendeerde meesters, de goddelijke bron, nog wil doorgeven aan het collectief. Met betrekking tot ook relaties, hè? Vooral ook relaties. En dat wordt ook vaak in meerdere relaties gespiegeld. Hoeft niet alleen in liefdesrelaties te zijn. Ook politieke relaties. Wat in de buitenwereld gebeurt, kun je vaak ook wel terugzien. Nou, die leraar dus op de kop, hè. Dat is heel jammer. Want je kunt je pad veel rustiger laten verlopen als je leerling durft te zijn van de spirituele leraren. En dat kan best een leraar zijn die het spirituele pad al is gelopen. Hè, zoals ik bijvoorbeeld. Oké, nou, we gaan. Nou, recente verleden is er wel een lampje gaan branden. Een discovery. Er is helderheid. Die parel. Maar weet je, je kunt veel goddelijke inspiratie krijgen en helderheid krijgen. Dat wil niet zeggen dat je daar ook, het kan net zo snel weer bij je weg vloeien als je niet uitkijkt. Deception, ja, waar het bewustzijn zicht op heeft bij heel veel mensen in het collectief, is dat inderdaad zelfmisleiding moet verdwijnen. Op de kop is echt dat het aan het gaat, weggaat. Hij ligt op bewustzijn, dus dan moet ik hem lezen van, oh ja, ik ben me van bewust dat misleiding, dat bedrog, verraad, manipulatie moet verdwijnen. Maar dus ook zelfmisleiding. En als dat dus daar nu wat veel meer, nog meer helderheid over is en dat licht erop is gekomen, dan is dat mooi. Innerlijk kind, ja. En het zijpeltje bij je weg. Alles decrease, alles wordt minder. Dat is de situatie. Innerlijk, het speelse, hè, baby in de wieg en de spelende kinderen zijn aan het hinkelen. Maar die ligt op de kop. En het speelse ligt dwars.
hoe meer je knijpt, hoe meer je vasthoudt. Mijn vader zei het vroeger eigenlijk al. Als je zand in je vingers, in je handpalmen doet. En je knijpt heel hard. Ja, hoe harder je knijpt, hoe meer je vasthoudt, hoe meer het bij je wegcijpelt. En dat is eigenlijk de situatie. Dat is ook... Dat zijn de lessen die er ook zijn geweest. Hè? Van het maar vast willen houden aan het wat je hebt, had. En angst voor het nieuwe. Dat is heel duidelijk steeds naar voren gekomen. En daarbij dus ook die zelfmisleiding steeds weer terugkwam en terugkomt. Innerlijk kind, dat heeft er dan nog mee te maken. Verborgen hidden motivations. Nou, daar hebben we het ook over gehad. Hè. Meerdere video's. Komt deze ook weer terug. De verborgen motivaties, die zijn altijd... Heeft altijd met angst te maken. Angst voor afwijzing, angst voor verlating. Innerlijk kindproblematiek. En dan kom je steeds weer in het oude. Ja, en weerstand tegen transformatie. Om echt te transformeren... En dat wil dus ook zeggen dat je eigen schaduw onder ogen ziet, je schuld, je schaamte. Maar dat je ook door je angst heen gaat, uit je comfortzone stapt. Maar ja, weerstand. Ik kom daar zo meteen nog wat dieper op terug. Invloed van anderen. Wat ontzettend belangrijk is dat je niet langer door... duistere krachten laat beïnvloeden, hè, de lagere krachten, en dat is ook je eigen ego natuurlijk, maar dat je laat beïnvloeden door spirit, door in je overgave. Hij ligt op de kop, ga ik straks even kijken wat daar nog in de detail wordt gezegd. Ja, de hoop is dat... ligt ook bij de vrees, het present power, de kracht in het nu, ligt op de kop. Dus weinig moed, niet voldoende in je kracht staan om de keuzes te maken. Ja, dat heeft dan toch nog met verborgen angsten te maken of onbewuste angsten. Hoewel dat als het, kijk, ook al is het bewust, hè. Maar als er die onbewuste nee-stroom blijft, die angststroom er blijft, ja, dan, en je blijft de narigheid herhalen, dan is er nog innerlijk kindwerk te doen. En dan, ja, dan zou ik toch echt je willen aanraden om verder te komen, om toch die spirituele leraar ook buiten jou te consulteren. Ja, zie, professional assistance. Dat is de advieskaart nabij je toekomst. Wat geassigneerde meesters, de mensen die toch nog steeds dat lijden blijven scheppen. Hè, om echt weer die vreugde te voelen. Van ook kinderen. Hè? Dit is een kermis. Joy is fun, is de conclusie. Maar wat dwars ligt is juist dat speelsheid. Alles wordt minder. Alles lijkt onder je te verdwijnen. Waar heb ik mijn bril? Ik dacht dat ik hem op mijn hoofd had gezet, maar dat is dus niet zo. Kijk, ik zou even... Kijk, het onbewuste is echt ontzettend belangrijk. Want je kan nog zo graag... je kan nog zoveel... ontdekt hebben, goddelijke inspiratie hebben gekregen, verlicht denken, dat het naar je toe is gekomen, dat je zoiets hebt van, oh ja, nou weet ik het. En toch als er een onbewuste stroom is, voor wat betreft innerlijk kind, restant, waardoor je steeds weer die ellende schept, dan is dus inzicht... Goddelijke inspiratie niet voldoende. Want dat blijkt wel weer, want je kunt je nog zo voornemen van nou, het gebeurt mij nooit meer. Maar als die wond niet geheeld is, gebeurt het je toch iedere keer weer. Gelukkige ontwikkelingen, onverwacht. Dat is wat die discovery rechtop inhoudt.
Hij heeft heel lang gezocht en hij heeft ijverig gewerkt, maar vond zijn schat niet. Maar het is wel een tijd, een cyclus, is dat het voor je aan het openen is. En dat je nieuwe ideeën krijgt, nieuwe energie. En dat het jou kan helpen om jouw doelen te bereiken. Maar er is nog wel wat werk moet er nog gebeuren. Maar deze kaart vertelt je wel dat er een positieve oplossing nabij is. Maar dat komt nooit automatisch. Je zult er zelf iets aan moeten doen. Het is niet zo dat, oh, je krijgt een idee en dan gaat het vanzelf allemaal beter. Many options can lead you in exciting directions. Er zijn heel veel opties die jou in hele avontuurlijke richtingen kunnen leiden. En het kan zijn dat er een video op je pad is gekomen, een boek op je pad is gekomen of spiritual practice that is helpful in your daily life or business. You may be introduced to someone who resonates with your heart. Nou, dat kan ik zijn. Ja, want hier wordt ook duidelijk gesproken over video, spiritual practice. Of dat op je pad is gekomen en waarbij je dus iets ontdekt hebt. Het spirituele, waarheid tot je hebt gekregen. Betreft jouw eigen situatie. Maar toch, het blijkt wel weer dat het weten en inzicht, dat is je yang energie, wijsheid, inspiratie, dat het niet genoeg is om daadwerkelijk iets in je leven te veranderen. Want die innerlijke kindwond, die zit er nog. Hè? Kijk, die kun je hier zien. Nou, ik heb ze goed geschud. En het komt er niet maar zo uit. Kijk, kinderen. Blokkade in ook communicatie. Het is en ook pijnlijke afsnijden van relaties. Let yourself vent your feelings. Het is de bedoeling dat jouw pijn en verdriet en je gevoelens, dat je dat kunt doorvoelen. Dat je niet de hoop opgeeft ook. En bid voor de authentieke het geluk. Wat ook voor jou is weggelegd. Het kan ook met persoonlijke problemen met je eigen kinderen te maken hebben. Maar deze zegt wel: the child that needs your attention now is you. Want weet je, als jij met je innerlijk kind de pijn gaat helen, heeft dat automatisch ook een positief effect op jouw biologische kinderen. Want jij zult dan ook anders op jouw biologische kinderen gaan reageren. En zal minder projectie zijn over en weer. Hoewel dat met de kinderen misschien nog wel langer zal zijn, hè, die projectie. Maar ja, zij moeten dat pad nog verder lopen. Maar jij als volwassene zal dan al anders naar jouw kinderen gaan reageren. Laat je wanhoop gaan en creëer een vreugdevolle houding in je hart. Nou, en nogmaals, the child that needs your attention now is you. Jouw eigen innerlijk kind heeft echt jouw aandacht nodig. Zeker als jij je herkent in dat je continu het lijden herhaalt. Kijk, want ik ga nog naar die hidden motivations. Dat is echt het belangrijkste. Want omdat het onbewuste, je schept vanuit het onbewuste. En hoe kun je, daar kun je nog zoveel je bewust zijn dat er list en betoog is. En
zelfmisleiding en misleiding van de andere kant. En zoveel inspiratie hebben gekregen. En toch lukt het je niet om het patroon te veranderen. Nou, dat heeft hiermee te maken. Kijk, want hidden motivations is altijd dat je... Kijk, je zoekt wellicht naar liefde. Yet because of past hurts, you shut down to protect yourself. Jij houdt je mond of je verbergt je achter een muur. Omdat je jezelf wil beschermen. Maar dat werkt tegen je in relaties. Omdat je dan niet vanuit je hart kunt zijn. Ook niet samen kunt zijn. Want je twijfelt aan jezelf en je verwacht dat je zal falen en je denkt dat je het niet verdient. Nou, dat is ook toch veel voorgekomen in de vorige video's. En ik heb meerdere malen gezegd dat het om mensen gaat die zelf zonder professionele hulp wellicht hierdoor kunnen komen. Maar als je toch bij jezelf steeds weer tegenkomt dat je weer lijden schept, ja, dan denk dan niet dat jij hoort bij de mensen die het zelf wel kunnen zonder teacher of professional assistant. Want dan blijf je dat lijden scheppen. En als je het lijden moe bent en weer heel erg van het leven wil gaan genieten, weer in je kracht wil komen te staan, En niet meer jezelf te misleiden. En steeds weer in die oude patronen te stappen. Weer optimistisch in het leven willen staan. Ja, dan zou ik... Ja, dat is niet alleen mijn advies. Maar vooral ook van de geascendeerde meesters. Waarvoor ik ook boodschapper ben. En die professional assistance wordt op je pad gestuurd. Ook hè, via een videoboek, whatever. Je krijgt altijd de juiste hulp. En dat is niet de hulp die met jou meekletst natuurlijk, om jou in een illusie te houden. Hè. Het is wel de hulp die jou ook uit een gevangenschap kan bevrijden. Oké, invloed van andere spirits. Niets is zo frustrerend als het wel weten, maar steeds weer... Dat die pijn scheppen. Hè? En dat lijden en dat verdriet te scheppen. Op de kop is deze kaart. Aartsengel Michael en Gabriel. En ze kunnen jouw leven aanraken. Met kracht en meer stabiliteit. Want je hebt, je ervaart de situatie... Waarbij jij gevoelens hebt van verlies van kracht. Maar het is de tijd om dat to turn that around, om dat om te keren. En of het nou fysiek is, persoonlijk of financieel, het is een tijd van shifts. Grote veranderingen. Maar je moet wel zelf actie ondernemen. Take action on your own behalf. Neem actie wat goed voor jou is. En advies is dus professional assistance. Want de teacher op de kop wil toch inderdaad zeggen dat je het toch steeds maar zelf hebt geprobeerd. En dat is logisch ook, want het is eigenlijk logisch dat je denkt van... Oh, ik weet waar het vandaan komt, dus ik kan dat zelf ook veranderen. Maar vaak is daar toch net iets meer voor nodig. Kijk, de teacher... Rechtop is guide, hè? De guidance. Op de kop wil je toch zeggen dat je steeds toch uit balans bent en onzeker en niet geïnspireerd voelt. En een belangrijke issue, dat moet echt opgelost worden. Maar je weet niet hoe je het precies moet benaderen. Hè, je blijft je steeds verward voelen over een bepaalde situatie of een relatie. En deze kaart vertelt je dat het nu tijd is om wat rustig te worden en... There may be someone who can help you in this matter. In fact, you may have been given advice already. Go within and investigate what would be the most honoring solution. Open up to guides, teachers, and potential mentors, both in the personal and spirit world.
er is misschien iemand die jou kan helpen op dit gebied. Met je innerlijk kind. Dat het steeds minder wordt. Dat je steeds weer hetzelfde schept. En omdat je toch die angst niet kunt... niet uit je comfortzone durft. En die niet dapper genoeg bent om je in actie te komen. Dus open je dan ook voor de teachers, de persoonlijke mentors die op je pad worden gestuurd. En dat weet je dan intuïtief wie dat is. Even kijken, deze. Dat is Spirit. Die is volgens mij nog weer gehecht aan resultaat zijn. Spirit op de kop. Ja, er blijven zeg maar dingen onbeantwoord voor. Ja, zie, je bent bang om welke richting dan ook in te gaan. En even kijken. A sense of certainty before you take a stand. Ja, dit is ook voor de mensen die steeds zekerheid willen om een keuze te maken. En dat heeft echt met nog ja, oude pijn te maken van dat innerlijke kind. Want dan zul je altijd in een vastzittende situatie blijven. Omdat de volgende stap is nooit dat je zekerheid hebt. En daarom blijf je in het oude. Omdat dat die valse zekerheid eigenlijk geeft. Hè? Als er nog veel innerlijk kind pijn is, dan ga je gewoon voor zekerheid. En een schijnzekerheid ook. En vaak misleid jezelf ook al van hoe ver je dan ook bent op het pad van heling. Kijk, want deze zegt heel duidelijk, anders kom je niet bij je destiny, bij je bestemming. Want one door closes and another opens for you. And let the plans of destiny unravel true. Laat het zich ontvouwen. Hè? En laat de ene deur dichtgaan, zodat de andere deuren voor jou kunnen opengaan. Maar daar heb je juist zoveel moeite mee. En kom je nooit bij je destiny aan. Oh ja, deze is ook nog heel erg belangrijk. Die cycle. En ik pak toch iedere keer het boekje erbij om jullie het echt ook te laten zien. Dat het ook echt boodschappen van de geascendeerde meesters zijn. En ook dat het echt duidelijk is dat je nog professionele hulp nodig hebt. Want er is ook nog die transformatie op de kop. En dat er een weerstand is. En your energy is stuck. Dat je in die vastzittende energie blijft. Want de blokkades gaan niet zomaar weg. Omdat ook niet met alles wat je al ontdekt hebt en er aan kennis en aan inzichten hebt gekregen. Je zult steeds weer in genotzucht vervallen, in zelfverwennerij, self-indulgence. Ja, dus dat zijn echt van die korte termijn dingen, hè? Die verleidingen op basis van relaties, seksualiteit, wellicht ook verslavingen. En je kunt ook steeds weer in patronen vervallen van niet actief zijn, je zorgen maken en maar overanalyseren. Nou, en als dat zo is, het is nu tijd om weg te gaan van die gewoonte van het verleden. En make the changes your spirit longs for. Kijk, want jouw innerlijke spirit wil die veranderingen. Waar je ook zo naar verlangt. Om lief te hebben en om happy te zijn. Om van het leven te genieten. Om de speels te voelen. Maar er is weerstand om daar doorheen te gaan. En dat is echt het ego. Het ego wil vaak al veel verder zijn dan dat het eigenlijk is. Dus, learn to love and encourage yourself. Leer om jezelf lief te hebben en ook om jezelf te bemoedigen. En ook waarheid in te spreken. En choose courage and trust over fear and doubt. En dat lijkt hele moeilijke taken. Maar het is nu echt mogelijk. Maar dat vergt dan wel actie van jou.
weerstand. En ja, het ego wil graag dat het automatisch verandert. Maar ja, dat is te makkelijk. Want dan leer je je lessen niet. En dan leer je ook niet gedisciplineerd te zijn. En je innerlijk kind te helen. Want dan blijft het zich allemaal in je hoofd afspelen. Terwijl innerlijk kindwerk echt doorvoelen is. Even kijken of er nog korte berichtjes zijn. Ja, en dan laat je ook nog steeds misbruiken. En dat is dan ook een patroon wat steeds weer terugkomt. En dus ook in relaties, maar ook weer liefdesrelaties, maar familierelaties, politieke relaties. Als je ziet hoeveel mensen zich laten misbruiken door tyrannieke mensen zonder empathie. Slaafs. Het allemaal met innerlijk kindpijn te maken en niet voldoende in je kracht te staan. Terwijl de mensen die naar deze video's kijken, veel meer potentieel hebben. Veel meer potentieel hebben in dit leven. Ja, wat je vaak aantrekt, zijn ook, of waar je ook vaak naar kijkt, zijn valse leraren. En dat zijn eigenlijk leraren die met jou mee praten, waardoor je vast blijft zitten. He, en dat is zeer zeker in het tweelingvlammenproces. Zijn er veel valse leraren. En daarmee zeg ik niet vals dat ze bewust vals zijn. Maar wel dat ze zelf nog niet geheeld zijn. En dus ook onbewust valse informatie doorgeven. Bijvoorbeeld, dit is je tweelingvlam. En je moet daar lang onvoorwaardelijk van blijven houden. En hij komt vanzelf een keer bij je. Terwijl er heel veel ruzies steeds zijn door egoïsme. Ze kwamen er met z'n tweeën uit. Ruzies door egoïsme. En dat er veel misbruik is. Maar dat is niet je tweelingvlam. Maar heel veel leraren zeggen dat dan wel bijvoorbeeld. En dan blijf je dan geloven. En dan voordat je het weet ben je weer 5 jaar verder. En is er nog niks veranderd. Nog even een paar. Oké. Ja, relaties waarbij er die niet monogaam zijn. Hè, waarbij dus die verbinding seksueel niet wordt aangegaan exclusief met z'n tweeën. Waarbij er dus ook veel misbruik is. En nogmaals, kijk, als twee mensen echt vanuit hun hart afspreken met elkaar. Van nou, wij hebben een open relatie en zij zijn er allebei heel gelukkig mee. Laat het vooral zo zijn. Maar dat is dit niet. Dit zijn video's waarbij juist mensen heel graag een diepe connectie wensen met een geliefde. Waarbij er wel sprake is van dat je dat samen beleeft. En ook de seksualiteit. En dat je dat dus niet bij andere partners beleefd. Schijnveiligheid en zekerheid. Oh ja, nee, seksuele verleiding. Ja, mijn oog valt erop dat ik ook onder op het dek. Ja, dat blijft dan weer terugkomen. Steeds weer dat je toch veiligheid en zekerheid denkt te krijgen bij relaties waarbij er continu ruzies door egoïsme zijn, hè, ruzies zijn, seksuele verleidingen rol blijven spelen, waarbij misbruik is. Maar als dat allemaal onder een mom is van het is je tweelingvlam, ja, dan kom je nooit bij je destiny, want jij weigert dan dat een bepaalde deur dicht gaat. Want het is tenslotte je tweelingvlam. Hè? Terwijl er echt voor jou neer dichtbij is dat er een bepaalde viering dichtbij zou kunnen zijn. Three of Cups. A toast to friendship.
en Three of Cups in happiness. Hè, maar dat loop je allemaal mis. Als je blijft vasthouden aan adviezen van een valse leraar. Oké, wat nog meer? Ik ga toch weer de Soul Connections doen. Honor. Honor your loved one and you will notice your relationship becoming stronger. Je moet elkaar eren. En dat is niet als dit. Met misbruik, seksuele verleidingen en egoïsme. Dan eer je elkaar niet. Dan is dat niet aanwezig. Maar dan is er ook geen... Want dat begint bij jezelf. Hè? Dan eer je jezelf al niet. En vooral eer en respect. When we truly honor a partner, we create a loving, balanced relationship. Maar als je jezelf al niet eert, ja, en steeds dus in hetzelfde blijft hangen, waarbij jij niet geëerd wordt en waarbij je laat misbruiken. Ja. Uit schijnveiligheid en schijnzekerheid. Ja. Oké, nog eentje. Openness. Ja, dit is hem. Be open to accept divine guidance in your relationships. En divine guidance is ook dat ze de juiste leraren, niet de leraren waarbij jij stak zit. Dus heb je al heel lang contact met een bepaalde leraar, op wat voor manier dan ook, via video's of... maar je komt geen steek vooruit. En ik wil niet zeggen dat er een quick fix is hoor, want het is echt een innerlijk kindwerk. Je moet veel, oude pijn verwerken. En dat is niet zomaar met een toverstafje gebeurd. Maar wel met toegewijd innerlijk werk. Maar als jij al 10 jaar lang geen steek vooruit komt en je bent ook nog steeds met je gedachten in dezelfde deception en seksuele verleidingen en misbruik en niet monogame ruzies door egoïsme en dat je dat toch steeds voor blijft kiezen, ja, dan is het duidelijk. Open je voor die divine guidance. Maar wat ik al zei, hè, de beker, het wordt weer verspeeld. Mensen denken toch, dat is die weerstand tegen echt de transformatie. En dat komt ook door de leraren die ook zeggen, nee hoor, je hoeft niet door de pijn heen van vroeger. Hè, als je maar positief blijft. Ja, dat lijkt mooi gezegd, maar het kan niet. Het kan niet als die onderstroom van angsten en pijn van het innerlijke kind er nog is. Dan kun je niet steeds maar positief zijn, want die onderstroom is er. Ja, dus je moet het bij de wortel aanpakken. Intuïtie, eenwording. Dat is wat het tweelingzielenproces inhoudt. Eén te worden met je intuïtie. Hè? Je bent één. Dat is wel grappig. Hè? Grappig, het is gewoon heel bijzonder. Dat dit er beide, met z'n tweeën komt het eruit. Hè? Want dat is de weg. Een reis terug naar liefde. Maar dat begint bij jezelf. En dat is één te worden met jouw intuïtie. Maar... hier wordt nooit intuïtie gevolgd, snap je? Ook bij mijn video's de mensen nog niet.
Uiteraard de mensen die het wel doen, dan is deze boodschap niet voor bedoeld. Maar het grote gros volgt het intuïtie niet. Volgt juist het ego. Hè, de angsten. Vanwege die verborgen motieven. En dat is angst. Maar je wordt door de goddelijke bron naar eenwording geleid. En dat je echt voor de volle 100% naar je intuïtie durft te luisteren. Dat is de goddelijke tweelingvlamliefde. Eerder kun je nooit herenigd worden met een ware geliefde. Ik vind het mooi dat ze er met z'n tweeën zijn uitgekomen. Eerder kan dat nooit. Je moet één worden weer. Maar eerst één worden met jezelf. Hè? Yang, yin en jezelf in balans. Ja, en dat begint bij zelfliefde. Wanneer ik mezelf lief heb, dan pas kan ik oprecht iemand anders lief hebben. Nou, dat is heel duidelijk. Zelfliefde. Duidelijk. Ik ga er niet meer zo heel veel aan doen. Ik ga eindigen met de Priestess of Light. En dan hoop ik dat jullie professionele hulp die op jouw pad wordt gestuurd door de geascendeerde meesters. Dat kan maar zo dat ik dat ben. Maar er kunnen ook best bepaalde anderen zijn. Maar als jij al heel lang kijk uit dat het niet de leraar is die jou in die stak energy houdt. En de juiste leraar durft jou ook alles te zeggen. Wat voor jouw groei belangrijk is. Die kletst nooit met je mee om jou in een illusie te houden. Laatste. Planting something new. Touching earth. Aarde aanraken. Want het wordt tijd dat je iets nieuws gaat planten. In plaats van dat je aan dat oude vast blijft houden. Het is tijd om te overwegen dat jij de tuin van jouw dromen, dat er een tuin is voor jouw dromen en dat jij daar actie op onderneemt. Om het te laten bloeien. En dat er een oogst kan komen. Als er een nieuw project is, of een idee, dan is het belangrijk dat je inspiratie en de blessings van het universum, dat je die serieus gaat nemen. Want de tuinman wordt geroepen om het te oogsten. You may be creating an actual garden for yourself, a place where you can draw on the peaceful energy of the earth. Het is in ieder geval de bedoeling dat je iets nieuws gaat planten, scheppen, creëren. I plant the seeds of my future in every present moment. I nourish my destiny with action and joyous expectations. Nieuwe zaadjes gaan planten. Want ja, jij bent eigenlijk, ja, dit is echt ook voor de personen die steeds maar proberen nieuw leven in te blazen voor iets wat dood is. Maar waarbij je vast blijft houden, omdat het wellicht ooit eens tegen je is gezegd dat dat je ware liefde is. Of dat je tweelingvlam is. En waardoor je nog steeds vastzit. Ja. En nog wat schaduwkaarten. Oké, die heb ik al een tijdje niet meer gebruikt. Ja, dus Destroyer. Vaak zijn het ook nog eens de mensen
de sensitieve zielen die op de destroyer vallen. De vernietiger. Iemand die others' dreams or potential vernietigt. Dat zijn eigenlijk de mensen die... die hebben vergiftigd zijn met destructieve kracht. Dat kun jij dan ook voor een deel zijn. Hè? Als je nog oude pijn hebt, dan ben je zelf ook... vernietig je steeds. Je saboteert je eigen dromen. Maar dat kan een hele ernstige vorm zijn. En dan de meest ernstige vorm is dat een tiran met weinig empathie. Ja, die jou misbruikt en die zich eigenlijk voor zijn eigen pleziertjes gebruikt en enorm egoïstisch is. Maar ook nog eens andermans dromen of potentieel vernietigt. Maar daar ben je natuurlijk zelf bij, hè? Dus dat bedoel ik maar. Dan heb je zelf ook een beetje die destroyer in je. Dat je vasthoudt aan iets wat jouw dromen vernietigt. En dat dan... Ja, dan heb je daar zelf een belangrijk aandeel in. Kijk, en de lichtkant van de destroyer, en dat is wat eigenlijk voor jou nu aangeraden wordt, is releasing what is potentially destructive and preparing for new life. Ja, dus dat jij gaat loslaten wat destructief is om jouw dromen en jouw potentieel waar te kunnen maken. En dat jij dat is dit ook, planting something new. Nieuwe zaadjes planten, dat is preparing for new life. Dat jij je gaat voorbereiden op een nieuw leven. En zodat je nieuwe zaadjes kan gaan zaaien. Waaruit een andere oogst komt dan de oogst die jij nu iedere keer binnenhaalt. Met heel veel verdriet en lijden. Oh, dit is niet voor deze... Hermit. Ja, de schaduw is dat je heel erg bang bent voor negatief oordeel van anderen. Dat kan ook wel zo zijn dat je zoveel schuld en schaamte bij je draagt, dat je ook weerstand hebt om uit te reiken naar die professionele hulp. Omdat je out of fear or negative judgment of others. En dat je terugtrekt ook... En dat je steeds meer in een isolement daardoor raakt. Eenzaamheid. Terwijl de kluizenaar in zijn lichtkant, die wil zich focussen op zijn innerlijke leven. En dat je dienstbaar gaat zijn aan je persoonlijke creativiteit. Maar dat je ook, solitude is dat je zeg maar dan ook de isolement opzoekt om... met je innerlijke leven bezig te gaan, zodat je kunt helen en iets nieuws kunt planten, zaaien en kunt oogsten uiteindelijk. Mentor, ja. Dus de juiste mentor. Maar de schaduwkant is dat je dus imparting false instruction, dat is de valse leraar. Dus als de leermeesters willen zeggen dat er veel in het collectief zijn, die valse instructies krijgen. Dus, en nogmaals, dat hoeft niet bewust te zijn van die leraar. Dat ze bewust je vast willen houden. Maar vaak is het wel een projectie van waar ze zelf in zitten. En hun eigen wishful thinking, waar ze zelf in zitten. En op die manier dat ook projecteren op de anderen. En onbedoeld hou je elkaar dan in dat moeras. En ook de leraar dus, de mentor. Maar de juiste mentor, die passing on wisdom and refining a student's character. Dus dat je die verfijnt, het karakter van de student verfijnt, maar dat je ook je wijsheid doorgeeft. Nou, dat is wat ik doe. Steeds de nieuwe wijsheid die ik krijg van de geassigneerde meesters doorgeven. En niet blijven hangen in iets ouds. Want als ik nu nog steeds zou doorgeven wat ik... 5 jaar of 6 jaar geleden heb doorgegeven, dan zou ik ook de mensen vasthouden. Want ik heb, dat heb ik ook gezegd, van
ik heb ook een tijd lang in de illusie moeten zitten, om vervolgens nu voorbij die illusie de boodschap te kunnen brengen, dat op basis van het tweelingvlammen gebeuren, er heel veel onwaarheden, valse instructies zijn gegeven. En ik heb daar zelf ook in moeten zitten om het te ervaren. Ik heb het ook zelf dus ook de laatste de 4 jaar in, vanaf 2016 kwam ik mijn vermeende tweelingvlam weer tegen. En dat heeft ook weer zo'n jaar of 3,5 jaar geduurd voordat ik weer helemaal daar vrij van was. En ook kon doorgeven dat het de tweelingvlam helemaal niet is. En dat het ook komt door valse instructies die ook op het internet te vinden is, et cetera. Want dat alle partners die jij treft, die jouw wonden spiegelen. Want mijn laatste heeft dus de wond van mijn vader gespiegeld. Ik was heel erg met de wond van mijn moeder bezig geweest. Maar er was ook nog een klein stukje met betrekking tot mijn vader dat geheeld moest worden. En dat was die laatste in 2016. Wat ik ook weer heb kunnen helen. En pas nu kan er een eventuele tweelingvlam op mijn pad komen. Maar dat is niet iemand waar ik al iets mee heb gehad. Of het is een onbekende. Het zal een onbekende reis zijn. Oké. Okay. Wat is er nog meer? Moet ik nog meer om af te sluiten? Eentje nog van deze. Oké. Okay. Dan stop ik ermee. Eentje nog. Deze. Ja. Femme fatale. Seksuele verleiding. Dat is archetype, hè? Inappropriate use of sensuality. Er wordt veel op een niet goddelijke manier gebruik gemaakt van je sensualiteit. Waarbij misbruik is. Ik wil niet zeggen dat dat op een bewust niveau. Er zijn heel veel mensen die eigenlijk op zoek zijn naar liefde. En daar een hele liefdevolle intentie heb ik ook altijd gehad. Maar uiteindelijk toch dat het ongepaste gebruik van je sensualiteit, dat dat zo tot uitdrukking komt. Hè? Steeds via seksuele verleidingen, in destructieve partners, de relaties terecht te komen. Ja, deze. Child wounded. Het heeft alles te maken met dat het kind nog gewond is. En dat dysfunctional relationships on childhood wounds. Dus dat je steeds in niet functionerende relaties terechtkomt vanwege de kindwond. En wat er dan ook nog heel vaak gebeurt, is dat de sensitieve ziel met heel veel empathie de redder gaat zijn. Voor degene die je misbruikt notabene. En die eigenlijk vaak jouw dromen, die zo destructief zijn. Dus waarbij de sensitieve ziel dan ook die nog wil redden. Dat is de grootste valkuil die ook in codependency relaties. Waarbij dat steeds weer herhaald wordt. Dus allemaal gebrek aan zelfliefde. Kindwond, child wounded. En dan ook dus inappropriate use of your sensuality. Nou, dan doe ik er ook nog een innerlijk kind. Het liefdesbankkaart bij. En dan, dat is de laatste. Want dat past dus helemaal. De dynamiek. Er wordt bij deze video echt een hele grote groep aangesproken. Die echt nog niet zonder professionele hulp verder kunnen komen. Uh,
En dat kan ook wat nog ook die mensen zijn die zich eerst dachten al zover te zijn als die magiër, maar toch zich bewust moeten worden van nee, ik heb gehoopt dat ik zover was, maar het blijkt toch steeds dat ik lijden, enorm veel lijden blijf scheppen en dat er meer hulp nodig is. Oké, deze en die. Nou. Ah, ja. Liefdesbang los je niet op door iets te doen, maar door het doen te laten. Het is een overgave aan je ware zelf. Alles wat op angst gebaseerd is, namelijk ons valse zelf, mogen we los gaan laten. Dat is niet iets wat je actief kunt doen. Het vraagt de bereidheid om het te doorzien. En vanuit deze ruimte kom je in contact met de liefde die jij werkelijk bent. En deze past helemaal goed bij de mensen die steeds hopen dat het vanzelf wel overgaat. En dat je geen professionele hulp daarbij nodig hebt. En dat het vanzelf wel een keer dus overgaat of wordt opgelost. Kijk, dat is deze. Het is een illusie om te denken dat als jij maar goed je best doet, er in de toekomst een punt komt dat je verlatingsangst of bindingsangst is opgelost. Het mooie is dat je verlatingsangst of bindingsangst ieder moment kunt doorbreken door jou dieper te verbinden met jezelf en te voelen wat er nu te ervaren is. Dat is een terugkerende beweging die jou op ieder moment vrij kan maken. En dat kan alleen met innerlijk kindwerk om jou gewonde kind alle aandacht te geven die het gemist heeft vroeger. En die je nog steeds in de buitenwereld wil krijgen in relaties, in liefdesrelaties. En waarbij je steeds weer eigenlijk dezelfde afwijzing schept en het misbruik schept wat je zelf waarschijnlijk als kind hebt ervaren. Dat was het. Ik hoop dat als je hierin herkent, dat je professionele hulp, de leraar, gaat inschakelen. Als ik dat ben, ben jij meer dan welkom. Ik heb dat pad gelopen. Het is een lang pad. Ik kan rustig zeggen dat ik mijn kindwonden echt voor het overgrote deel heb verwerkt, waardoor ik heel goed met mezelf aanwezig kan zijn. Al 5 jaar of 6 jaar inmiddels celibatair leven leid, omdat het is gewoon voorbij dat ik het buiten mezelf wil zoeken, omdat ik ook geen geduld heb om af te wachten totdat de juiste partner op mijn pad verschijnt. En dat is het allerbelangrijkste. Dat je één wordt met jezelf. En dat je gewoon je intuïtie volgt. Hè? Want ik volg ook gewoon mijn intuïtie. Ook al denkt mijn ego soms van waarom moet ik dit nou weer doorgeven? Ja, blijkbaar moet dat toch. Want ja, ik volg gewoon mijn intuïtie. En niet gehecht te zijn aan wat er in de buitenwereld aan resultaat komt. Dit is ook weer zo'n video waarvan ik echt van tevoren, ik had er eigenlijk een hele andere verwacht. Maar kijk, dat is nou intuïtief gewoon de doorgeven. En niet in je oude verwachting van wat je eerst had blijven zitten. Want ja, er komt eigenlijk toch wel iets heel anders uit. Dus, het is een illusie om te denken dat als jij maar goed je best doet, dat er een punt komt achter jouw verlatingsangst of bindingsangst. Professionele hulp. En onderaan deze video staat de link naar mijn website. Ik
raad je aan dan om in dit geval voor een coachingstraject te kiezen, inclusief de eerste sessie, inclusief 5 vervolggesprekken. Want als je daarvoor kiest, dan kun je ook niet zo makkelijk weer afhaken. Ja, dan zonde van het geld, tenslotte. Dus dan kun je misschien jezelf ook een, het ego wil gewoon vaak, die schiet weer in de weerstand. Ja? En die heeft de neiging om af te haken, om die dingen niet af te maken. Maar als je ergens voor betaald hebt, wordt dat toch een beetje bemoeilijkt. Ik raad je er wel aan te kijken op mijn website wat ik te bieden heb. En alles is welkom. En ik hoop van je te horen. Heel liefs. Bye bye.